Wel, in België werkt slechts 1 op de 3 55-plussers. In Scandinavië is dat de helft. Dus ik denk dat we bezwaarlijk van het succes van het generatiepact kunnen spreken. Het generatiepact had veel te veel de focus op de einde loopbaan, terwijl we eigenlijk naar een modernisering van de volledige arbeidsloopbaan moeten gaan. Ik denk dat het ook belangrijk is om aan de jongeren, aan de jongvolwassenen, een nieuw perspectief te geven over hun pensioen met een zeer duidelijke richtlijn. Hoe lang moeten wij werken om recht te hebben op welk pensioen? Wel, om ouderen aan het werk te krijgen, is het nodig dat 55-plussers zich beschikbaar houden op de arbeidsmarkt. Ik denk dat het percentage van activering voor bruggepensioneerden, voor oudere personen, 55-plussers, nog altijd veel te beperkt is. Dus dit vergt een beleidswijziging. Om oudere werknemers aan het werk te houden, is er een leeftijdsbewust personeelsbeleid nodig. Ook dat is belangrijk. Met een uitgroei op het einde van de loopbaan naar systemen van mentorschap bijvoorbeeld, vormen ook van deeltijdswerk, uitgroeibanen. We moeten creatief zijn, denk ik. We moeten kansen geven aan oudere werknemers om effectief aan de slag te blijven. En tot slot denk ik dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de werkgevers zelf. Zij moeten ook een stuk mentaliteit veranderen, want als oudere sollicitanten nu een job zoeken, is de kans zeer klein dat ze aanvaard worden. En als er hervormingen, herstructureringen, ontslagen vallen, dan is het vaak ook de oudere werknemer, de 55-plusser, die er het eerste het slachtoffer van wordt. Wel, als partij willen wij met Groen het debat over langer werken zeker aangaan. Langer werken is nodig, niet zozeer als doel op zich, maar eerder als een middel om voldoende hoge pensioenen te kunnen blijven financieren. Ik denk dat we af moeten van die vaste pensioenleeftijd op 65 jaar, maar we moeten gaan naar een meer flexibel systeem waarbij we vooral kijken naar het aantal gewerkte jaren. Als iemand die op zijn 22 nu begint te werken, op zijn 65 op pensioen gaat, dan heeft hij geen volledig pensioen. Dus dat moet anders. Er moet een beter verband zijn tussen het aantal gewerkte jaren en het pensioen waarop men recht heeft. Langer werken is absoluut nodig, vinden wij als partij. Maar langer werken is natuurlijk geen doel op zich, maar eerder een middel. Een middel om voldoende hoge pensioenen te kunnen financieren. Ja, we moeten ook beseffen dat langer werken niet mogelijk zal zijn zonder uitgebreidere mogelijkheden op een combinatie tussen arbeid en gezin. Mogelijkheden van tijdskrediet zijn essentieel om langer werken net mogelijk te maken. We kunnen niet zeggen aan de mensen: tussen uw 25 en uw 45 is het arbeidstempo zeer intensief. Hou dat vol tot uw 65, 70 of zelfs nog meer. Ik denk dat we moeten gaan naar uitgebreidere mogelijkheden van tijdskrediet en deeltijdswerken.